Dit is de allerbelangrijkste video die je moet kijken als je heel goed voor je reuzenslakken wilt zorgen. En ik ga je vertellen hoe wij kunnen leren van de natuur, van de natuurlijke omgeving waarin dieren eigenlijk thuis horen. En hoe we kunnen zorgen dat de situatie in het terrarium ongeveer nagebootst kan worden, zodat je dieren heel gelukkig zijn en niks tekort komen. Je leert in deze video vooral begrijpen waarom luchtvochtigheid zo belangrijk is. Ook hebben we geleerd van fouten in het verleden. Ik ook. Ik heb ook dingen verkeerd gedaan. Bijvoorbeeld het douchen, badderen. Daarover straks allemaal meer. 12 jaar geleden was het voor mij voor het eerst dat ik reuzenslakken hield. En reuzenslakken heb opgevangen. En ik heb daar steeds meer over geleerd. Alles was toen nog in het Engels. Vooral heel veel dingen uit Engeland. Daar waren ze al een stuk verder. En ik wil jullie ook graag laten zien waarom het zo belangrijk is dat je goed kijkt ook naar de natuur. Ze gaan vaak niet verder weg dan hun eigen omgeving. Misschien heb je wel eens meegemaakt dat je een bepaalde slak had met een herkenbaar huisje in je tuin en dat die ieder jaar weer terugkwam. Nou, die blijft vaak op dezelfde plek zitten. Als we een terrarium hebben, willen we ook graag dat die omgeving niet continu maar verandert, maar dat die wel een beetje hetzelfde blijft. Waar het nu vooral om gaat, is waarom de luchtvochtigheid, de vochtigheid in het terrarium, zo ontzettend belangrijk is. Na deze video weet je wat je beter wel en niet kunt doen en hoe je je dieren gewoon het allergelukkigst houdt. Daarom luister aandachtig en probeer je in te beelden van, oh ja, dit is de natuurlijke situatie, dus als ik dat over wil brengen in mijn bak, dat je die connectie begrijpt waarom ik je dit vertel. Zo, even een beetje verneveld, want anders dan droogt hij uit tijdens het vertellen. Dat is niet de bedoeling. Nee? Het is je vast wel eens opgevallen in de tuin, als het geregend heeft, dat er in één keer heel veel slakken zitten. Naaktslakken, huisjeslakken. Die zijn dan allemaal blij dat het geregend heeft. Het is lekker nat en het is een fijne omgeving voor een slak. Maar als het heel hard regent, dan zie je de slakken niet. Dan verstoppen ze zich. Slakken die zijn bang om te verdrinken. Je ziet ook vaak slakken onderaan een plank hangen. Onder een dak, onder een bloempot of een rand van een bloempot of de rand van je vijver of onder een steen. Ze hangen altijd wel van de grond af. Als het namelijk in één keer heel hard gaat regenen, dan loopt een schuilplek vol water en het is natuurlijk heel gevaarlijk. Wat een slak dan gaat doen, dat is nek uitsteken en voelen wat er gebeurt. Want het enige wat ze eigenlijk kunnen doen is voelen. Ze zijn natuurlijk niet heel erg snel, dus ze kunnen ook niet heel erg snel ontsnappen. Van nature weet een slak waar die zich moet verstoppen. En hoe zit dat nou precies dat je die slakken dan tegenkomt als het geregend heeft, of als het vochtig is, of dauw? En wat heeft dat dan weer te maken met ons terrarium? Een slak is een weekdier. En onder de weekdieren vallen bijvoorbeeld de mossel, de pijlinktvis, de oesters en de waterslakken. En dan zou je denken, dat is best gek, want deze leven op het land. Ja, er is een evolutie geweest waarbij de slakken uiteindelijk op het land zijn gekomen. Ze moeten dus echt aan de hand van fossielen en zo zien wat nou precies de hele evolutie is geweest van een slak. Maar het schijnt waarschijnlijk te zijn dat slakken dus eerst in de zee leefden, daarna in brak water terechtkomen. Nou, brak water, dat is half zoet, half zout. Vervolgens zijn ze in zoet water terechtgekomen. En later zijn ze in vochtige gebieden op zoek gegaan naar voedsel. Dus waar het heel erg vochtig was, konden ze uit het water klimmen en dan daar van allerlei plantjes en zo eet. En uiteindelijk is het zo ver geëvolueerd dat sommige slakken op het land leven. Er leven natuurlijk nog steeds heel veel slakken in de zee en in het zoetwater. Eigenlijk was dat niet zo heel erg slim van de landslak om op het land te gaan. Want daar komt hij allerlei situaties tegen die eigenlijk niet zo geschikt zijn. Bijvoorbeeld extreme droogte. Een slak die kan gewoon niet uitdrogen, want dan gaat hij dood. Dus zijn huid die moet altijd vochtig blijven. Als het regent of als het vochtig is, dan kan de slak slijm aanmaken. Als het droog is niet. Die slijm is voor de slak van levensbelang. Hij moet zorgen dat zijn hele huid vochtig blijft. Als hij zich terugtrekt in het huis, dat het vochtig blijft in het huis, zodat hij zichzelf kan beschermen tegen uitdrogen. Dus als je nagaat dat zo'n dier eigenlijk in het water hoort te leven, maar dan nu op het land leeft, en nu ook niet meer in het water kan leven, want dan verdrinkt hij, dan moet hij zichzelf dus altijd vochtig houden. Daarom zie je slakken vaak in de tuin als het geregend heeft. Niet als het stortregent. Want als het stortregent, dan is hij dus bang dat hij verdrinkt. En als het net heeft geregend, dan is de ideale wereld voor een slak. Dan kan hij lekker rondkruipen. Hij kan zijn slijm goed aanmaken. Hij gaat aan de wandel, kan voedsel zoeken. En hij is gewoon het gelukkigst. Als de zon gaat schijnen en het wordt droog, dan moet de slak heel gauw
maken dat die wegkomt en een vochtige omgeving weer opzoeken. Daarom zitten ze vaak aan van die plekken waar het altijd vochtig blijft. Onthoud dat even straks voor je terrarium. Zo, dat is geen slijm, dat is water. Ik heb even met de plantenspuit gewoon heel zachtjes vernevelen. Dit, dat is prima. Want motregen en zo, dat vinden ze wel lekker. Maar geen hele plentse water. Ik spray hem nu even een beetje omdat ik hem op mijn hand hou. Het is hier warm binnen, dus anders dan droogt hij uit. Een slak die doet dus alles op gevoel. Steekt zijn nek uit en dan gaat hij voelen. Oké, waar kwam dat water nou er net vandaan? Voor hem is dat dan een signaal van oké, het regent. Hij moet dan in de gaten houden hoe hard of het regent. Dus als jij een slak onder de kraan zet en hij steekt zijn kop heel erg uit, dan is hij aan het voelen waar dat water is. Zo kan hij ook herkennen aan de straal of dit gevaarlijke regen is of niet. Want zoals ik eerder vertelde, gevaarlijke regen, dat kan zijn huisje overstromen. En erger nog, een slak heeft een luchtgat. Dat zie je hier. Hij heeft een luchtgat in de schelp hier. Misschien kun je het een beetje zien hier. Als hij in een plas water terechtkomt en hij kan niet met zijn voet bij de bodem, dan zal er allemaal water in hem komen en dan verdrinkt hij. Als een slak in het water valt, stel een slak die valt opeens in een bad met water, dan zinkt hij meteen naar de bodem, het huisje loopt vol en hij verdrinkt. Binnen een 10 minuten, kwartier is hij dood. Dus je moet je voorstellen dat als het heel hard regent of jij zet de slak onder een hele harde straal water, onder een douche of onder de kraan, dat de slak in paniek is. Want die denkt, help, 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 wat gaat er gebeuren? Waar moet ik heen? Waar moet ik heen vluchten? En ik kan niet zo hard vluchten. We hebben dat in de loop der jaren hebben we dat geleerd. Dus hoe schattig of die filmpje er ook uitziet dat hij zo doet. Van, oh kijk, hij vindt het heerlijk onder de kraan. Probeer dan nu eens naar te kijken dat die slak aan het voelen is van, help, waar komt al dat water vandaan? Waar moet ik naartoe? Wat gebeurt hier? Het is natuurlijk geen natuurlijke situatie. Als de slak in de natuur is en het regent heel erg hard, dan kan die voelen aan de druppels, oké. Het gaat zo, hij voelt de omgeving waar die zit, of die dat kan handelen, of die daar niet gaat verdrinken. En hij zoekt een veilige plek op. Dus ja, op zich vindt een slak regen heel erg fijn. Daar is hij heel erg gelukkig mee, want dan kan hij dus zijn slijm aanmaken. Maar als wij zo'n slak onder de kraan houden, of onder de douche, en die fout die heb ik ook gemaakt, dan had ik hem onder de douche gezet, onder de kraan. Ik had er allemaal leuke filmpjes van gemaakt, wist ik veel. Ik dacht ook dat die slak dat leuk vond, want ze deden helemaal zo. Eigenlijk toen niet wetende dat die dieren eigenlijk in paniek raken en dat het heel erg stressvol is. Je moet je voorstellen dat als dat luchtgat wat hieronder zit, waar trouwens eieren in zitten, die kun je zien zitten, als je goed kijkt. Als het luchtgat hier vol water loopt, dan verdrinkt de slak. Want ondanks dat ze van oorsprong voor die hele evolutie uit het water kwamen en nu op het land leven, zijn ze niet meer bestand tegen zoveel water. In het filmpje wat je hier ziet, zie je dat de slak over de bodem heen glijdt. Dus zijn voet die raakt de bodem, zodat hij zich voort kan bewegen. Het slijm wat ze produceren, dat is hartstikke mooi spul. Want ze kunnen daar gewoon mee over allerlei voorwerpen heen. Ook al is het heel scherp, al zou het scheermesjes liggen. Dan kunnen ze daar overheen door de laag slijm die ze aanmaken. Ze maken 3 soorten slijm aan. Dat is een hele dikke waarbij ze ondersteboven kunnen hangen, zodat ze heel erg goed blijven plakken. Ze maken een slijm aan die ze nodig hebben om voort te bewegen. Je ziet ook vaak dat jonge slakken achter dat slijmspoor aankruipen. Omdat ze zelf nog niet zo heel erg veel slijm aan kunnen maken als die grote. Dat is heel grappig om te zien. En de derde slijm, die gebruiken ze om zichzelf te verdedigen. Als een slak aangevallen wordt, dan produceert hij een hele schuimige slijm. Dat schrikt af, dat is vies, in de hoop dat de vijand dan de benen neemt. Je ziet die slak dus door het bad heen gaan, die kan die bodem voelen. Je stel je voor dat hij dus in die tel zit. Dus ik heb hier even een slak in een tel. Die slak die kan niet die hele huid helemaal op de bodem krijgen. Die kan de bodem niet meer aanraken. Die kantelt om. Dat huis is zwaar, of er zit lucht in, er loopt water in het huis. En hij verdrinkt gewoon in zo'n tel. Wat mij dus heel erg stoort aan Emzotic is dat ze een video heeft gemaakt waarbij ze dus die slak in een hele diepe tel heeft zitten. En zegt van kijk, Shrek is lekker aan het badderen. Terwijl dat dier gewoon had kunnen verdrinken. Je ziet ook in het filmpje dat hij eruit wil kruipen. Omdat hij denkt van nee, dit is niet wat ik wil. Dit is Shrek. It's my African land snail. And he's so cute. En hij heeft een luchthol hierin. Maar dat boeit me niet. Dus ik leg hem lekker in het water. Zo, nou kan hij lekker zwemmen. En nou is hij verzopen.
En waarom al die sla? Heb je nu slakkensalade? Wat de bedoeling? Als jij een badje in een terrarium neerzet met een laagje water van 1 centimeter, dan gaan die slakken zelf zoeken naar het water en ze gaan daar lekker in zwemmen, omdat ze dat dan nodig hebben. Zij kunnen voelen dat het maar een klein laagje is. Net zoals in de natuur, ligt er een plasje water, vinden ze dat lekker om doorheen te gaan. Ze kunnen dat voelen. Als zo'n bak veel te diep is, dan raken ze in paniek, omdat ze denken, oh help, ik ga verdrinken, mijn schuilplek is volgelopen. Begrijp je? Ik snap dan niet dat zij, hè, terwijl zij dus op een of ander biologisch instituut of zo werkt, dat zij dat niet zelf heeft kunnen bedenken. Ik vind het daarom jammer dat die video er nog staat. Ik heb mijn video's weggehaald waar ik de slakken aan het badderen was en aan het douchen was. Ik dacht dat ze dat leuk vonden. Leuk muziekje eronder. Ze gingen lekker badderen. Ze deden zo met hun hoofd omhoog. Dus ik dacht dat ze dat leuk vonden. Iedereen deed het ook. We kregen het ook zo door van je kunt ze goed even lekker badderen. Tuurlijk mag je ze eventjes zo onder een zacht straaltje een beetje afspoelen. Hè, dat is ook wel fijn voor ze. Zijn ze even lekker schoon. Maar ze kunnen zelf badderen. En alleen dit gewoon een beetje zo sprayen. Vernevelen. Dat zorgt ervoor dat ze niet uitdrogen als je ze vast hebt. Maar zo'n dier leeft in dat terrarium. En je moet zorgen dat het terrarium altijd vochtig is. Daarnaast komen deze schattige dieren. Het is zo naar de dinosaurus, kijk. Daarnaast komen deze schattige dieren uit het tropisch regenwoud. En daar is het dus tropisch, daar is het lekker warm. En ik weet niet of je wel eens een keer in een vlindertuin of zo bent geweest, of in het tropische deel in een dierentuin. Als je daar binnenkomt, dan beslaan je brillenglazen of je camera, want het is daar vochtig en warm. En dat is wat slakken heel erg fijn vinden. Houden van vocht en warmte. Nee, die grap ga ik niet maken. Ik kan er niks aan doen, daar houden ze van. Dus onthoud dat maar. Dus het allerbelangrijkste voor deze slakken is vocht, vocht, vocht. Hé, je voelspriet bewegen mee. Vocht, vocht, vocht. En nog eens vocht. Allerbelangrijkste. En hoe krijg je dat vocht nou in het terrarium? In ieder geval door ergens in de middag even een keer te sprayen en 's avonds. Gewoon zo vernevelen in je bak, zo. Dit is zo'n straal. Gewoon helemaal vernevelen rond de bak, op de wanden en aan het deksel. Dan doe je de bak dicht. Je zorgt dat er niet al te veel ventilatie in zit. Misschien 2 gaatjes. De rest komt allemaal door die deksel heen. Daar zit ventilatie genoeg in. Dan moet je even mee puzzelen, dan moet je even bekijken hoe je kunt zorgen dat het vocht in die bak blijft. Dus als je de deksel erop hebt gedaan of je hebt ventilatie erin gemaakt, je hebt gespreid en 's middags zit er al geen vocht meer op de wanden, dan is het niet goed, dan zit er te veel ventilatie in de bak waardoor het niet vochtig blijft en ze hebben dat echt nodig. Bovendien maak je die bak 2 keer per dag open om ze eten te geven, om ze te sprayen. Deze die hebben een hele hoge luchtvochtigheid nodig, de reticulata. Er staat ook bij alle omschrijvingen van die slakken, als je daarop gaat zoeken, een luchtvochtigheid van 90% hebben deze nodig, dat is heel hoog. En dat kun je niet bereiken als er te veel ventilatie in zit. De ovums daarentegen, die hebben ook wel een hoge luchtvochtigheid nodig, maar die hebben wel weer iets ventilatie nodig. Het is altijd proberen net zolang totdat je je bak in orde hebt. Daarvoor worden er dus curverbakken gebruikt. Dat lijkt dan zielig, omdat je denkt, ja, ze zitten daar in zo'n plastic bak. Ik vind er niks aan, ik wil ze in een glazen terrarium, want dan kan ik ze goed zien. En dat is veel mooier. Je zult zien dat als je je slakken in een glazen terrarium doet en je hebt gespreid, dat het raam binnen no time gewoon helemaal helder is en geen vocht tegenaan zit. Jij vindt dat leuk om naar te kijken. De slak vindt dat niet zo leuk, want die heeft vocht te weinig. Omdat we nu weten waar die dieren van oorsprong vandaan komen en waar ze zoveel van houden, dan weet je dat dat dus niet goed is voor de slak. Een natte bodem is ook niet goed, want ook in een veel te natte bodem kunnen ze verdrinken, vooral de kleintjes. En er gaat op een gegeven moment nitriet ontstaan in de bodem. En dat is heel gevaarlijk, vooral voor aquariummensen die weten wat dat doet met je vissen. Dan ga je vissen dood, dat geldt voor de slakken ook. Nitriet in je terrarium, dat wil je niet hebben. Hoe weet je nou of je nitriet in het terrarium hebt? Nou, dat is eigenlijk vrij snel te ruiken. Als jouw bodembedekking en je raapt het op en je ruikt eraan en het stinkt heel erg, of je ruikt in de bak, je denkt van het ruikt hier echt vies, dan is je bodem aan het rotten.
Je weet dat dat voor die slakken natuurlijk niet gezond kan zijn. Naast het sprayen is het heel belangrijk dat je een goede bodem erin hebt zitten. In sommige terraria, zoals ik dat heb gedaan met de Ghana's, daar heb ik een drainage in gemaakt. Daar ga ik ook nog een keer een video over maken, een drainage met hydrokorrels en zo. Heel erg interessant, ga ik jullie ook nog een keer vertellen. Dat zorgt ervoor dat het water een beetje afneemt. Alice en Shane, deze reticulata's, die zitten in een hele grote kurverbak. Een hele grote. Deze kurverbak heb ik voorzien van kokopiet. Nou, ik zal het even laten zien. Ik heb hier wat kokopiet nog in de emmer zitten. Het ruikt ook naar kokosvezel. Dat is dus gemaakt van kokosnoten, van de kokosvezel. Dat neemt vocht op. Het houdt de bak vochtig. Je moet het wel even uitknijpen als je het erin legt, want anders wordt het weer te nat. Hoe je dat maakt, dat zie je hier. Je neemt dus zo'n kokosblok. Die doe je in een emmer, 3 liter water erbij. Je wacht, dat blok dat zet uit. En je hebt aarde wat je in het terrarium kunt doen. Zoals je kunt zien bestaat dat allemaal uit vezeltjes, wat goed vocht vasthoudt. Daar ben jij ook blij mee, hè? Daarnaast kun je mos in het terrarium doen. Dat kan sphagnummos zijn of andermos. Als je daar een beetje op spreekt op dat mos, dan blijft dat een beetje vochtig. Dus dan kunnen ze daar ook van drinken. Ik heb ook tropische pissenbedden in de bak. Daar vertel ik ook een keer over. Die houden de bak heel erg goed schoon. Die vinden het ook fijn dat er zo'n hoekje is waar ze van kunnen drinken. En dan natuurlijk het badje wat je erin kunt zetten, waar ze dus lekker in kunnen zwemmen. Ze kunnen daar zelf voor kiezen en daarnaast verhoogt het de luchtvochtigheid. Als je nou zo'n terrarium hebt van die schuifdeurtjes waar het gaas bovenop zit, kun je er bijvoorbeeld een natte handdoek op leggen. Of nog beter, een plexiglasplaat erop leggen en helemaal met duct tape afplakken, dat er geen lucht meer door dat gaas heen kan. Want dan verdampt al het water en dan zitten ze droog. En droog is funest. Onthoud altijd vocht, vocht, vocht en nog eens vocht. Dat hebben ze nodig om gezond te zijn. Om een slijm aan te maken. Om een mooi huisje te behouden. Maar niet nat. Daar houden we niet van, hè? Vocht is gewoon het allergrootste keyword voor het houden van slakken. Zo, moet eens kijken hoe lang. Geen stralen water meer, niet meer je slak onder de kraan zetten, niet meer onder de douche gooien of in een hele diepe tel water. Gewoon een schaal met een centimeter maximaal voor een volwassen slak. En bij de babyslakjes moet je helemaal uitkijken, want die kunnen zelfs al verdrinken in een druppel water. De hele kleintjes, die geef ik nog geen badje. Die zet ik wel eens eventjes zo op een schaaltje met gewoon erop gespreid. Kunnen ze daar even van drinken. Voor de rest halen zij het vocht van de wanden af. Dus voor hun is het belangrijk dat ze kunnen drinken van je plantjes, van de wanden, van het plafond. Daarom vocht, weer vocht. Zorg bij die kleintjes ervoor dat er geen plassen ontstaan waar ze in kunnen verdrinken. Je zult dus begrijpen dat een slak die een droog terrarium heeft in paniek is. Want die moet zijn huid vochtig houden en die kan geen vocht vinden. Die is in paniek. En als het dan veel en veel te droog is, dan kunnen ze in een soort van winterslaap gaan. Dan sluiten ze het huisje helemaal af, maken ze daar een kalklaagje op, zodat ze van binnen niet uitdrogen. Als ze dat heel vaak doen, kost het gewoon heel erg veel energie. Want dat laagje wat ze maken, dat kost dan ook weer kalk. Dus doe dat gewoon alsjeblieft niet. Ook komen deze dieren dus uit de tropen. En in de tropen gaan ze niet in winterslaap, tenzij de omstandigheden echt slecht zijn. Zorg in de winter dat je bak gewoon ook lekker warm en vochtig is. Want ik heb mensen voorbij zien komen die hun bakken bij hun schildpadden ergens in de schuur zetten de hele winter. En dan hopen dat de slak nog leeft de volgend voorjaar. Doe dat nou gewoon niet. Ik hoop dat jullie in ieder geval hier wat van op hebben gestoken. Weten wat de natuurlijke situatie van zo'n slak is. En waarom ze zoveel behoefte hebben aan een vochtige omgeving. Vernevelen. 2 keer per dag. Vooral voordat je naar bed gaat. Want ze gaan 's avonds vaak aan de wandel. Dan gaan ze eten zoeken. Dat is ook van nature, want ze weten dat 's avonds dan is het vochtig buiten. Dan gaan ze aan de wandel, dan kunnen ze eten zoeken en lopen ze het minst gevaar. Een glazen terrarium is wat moeilijker om er vocht in te houden. Ik plak altijd de zijwanden, de achterwand en de bovenkant goed af met piepschuim of met radiatorfolie of met van het folie wat je gebruikt voor onder laminaat. Gewoon dik isolatiespul waarmee je het glas gewoon dikker kunt maken, zodat dat warmte en vocht beter vasthoudt
en die ventilatieroosters afplakken. Gewoon 1 of 2 gaatjes erin is meer dan voldoende. Er komt lucht genoeg in, want die deksels en die ruitjes, ook schuifruitjes, die sluiten nooit helemaal af. Daar komt altijd nog lucht bij. En je hebt de bak ook 2 keer per dag even open. Dus je hebt je slakken er even uit, of je zet de bak even open. Allemaal prima, maar zorg er wel voor dat het vocht er verder in blijft. Een curverbak, die houdt gewoon beter vocht vast, dus dat is gewoon wat beter voor ze. Ik hoop dat jullie nu geleerd hebben waarom vocht zo ontzettend belangrijk is. Dit is echt het allerbelangrijkste wat je moet onthouden als je een slak gaat houden of houdt. Alles voor gelukkige diertjes. Ben je op zoek naar je bak? Zal ik je weer even terugbrengen naar je prachtige verblijf? Ik hoop dat jullie dit allemaal goed gaan toepassen. Heb je vragen daarover? Stel ze hieronder, kan ik die beantwoorden. En dan zie ik jullie graag weer terug bij een volgende interessante video. Jij? Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Dum 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 d